Ik ga proberen om hiervan een krans te maken. Dit is Carlijn Wening. Ze gaat nu de lievelingseten maken. Croque monsieur. Oh. Nou, dat gaat al goed. Ik kan ze bijna niet meer aan het werk. Als eerst... Wat heb je nodig? Een broodje. Een scherp mes, voorzichtig voor je vingers. Eieren, chilisaus, kaas. Was dat het? En olie. Wij gebruiken in dit geval kokosolie, maar het kan ook met bakken braadboter of eventueel roomboter of andere troep die je gebruikt. Heel soepel. Dat we naar België gingen, vroegen we om een croque monsieur en dan kregen we letterlijk een tosti. Ja, want in België blijkt het een tosti te zijn. Handkaas, zagen ketchup. We zagen croque monsieur op het menu staan. Toen dachten we, ah, lekker croque monsieur, want dan maken we thuis ook wel eens. En toen bestelden we het en toen was het echt gewoon een broodje handkaas. En dat was het. Oké, doe het gesneden broodje in de pan. Een beetje chilisaus op hetgeen wat je eruit hebt gesneden. Smeren. En dan ga je kaas snijden. Een beetje kaas. Ondertussen gaat het eitje. Kaas doe je op het ei. Ja, op het ei. Kijk, zo wel mooi passend natuurlijk. Dan pak je je broodje met chili. En dan maak je je broodje weer dicht. Beetje aanduwen. Dat kan nog niet. Dit is ook echt gewoon geen handige ding daarvoor. Okay. Zit erin. En dan ziet het er zo uit. Mag je niet zeggen, hè? Er staat rechtop. Oh. Nee. Dan doe ik wat. Knip dat er maar tussenuit. Ik film even opnieuw het ei. En een ander blij ei. Want er gaat weer voer in. En dan draai je hem zo meteen nog eventjes om, zodat beide kanten lekker knapperig zijn. En wat vindt u van uw bestelling? Bestelling? Ik heb het zelf gemaakt. Kijk en genieten. Kijk en genieten. Gisteren met mijn moeder de stad in geweest, hebben we weer van alles gehaald voor de bruiloft. En we hebben onder andere ook droogbloemen gehaald. Ik ga proberen om hiervan een krans te maken. We hebben gistermiddag ook nog even het gras gemaaid bij Niels' ouders. Dat stond echt een meter hoog. Daar heb ik ook eventjes het een en ander geplukt. Dus ons hele huis ligt vol met, ja, wat is het eigenlijk allemaal, granen en pluimpjes en grassoorten. Ik ga proberen ook deze te laten drogen. En dan kan ik die bijvoorbeeld leuk in een salon neerzetten. Dus hier ligt een hele hoop. Ook hier zo. En ook hier. Dus ik ben lekker aan het plukken geweest gisteren. Dat van de week had ik een filmpje gevonden hoe je het beste een krans kan maken. Dus dat ga ik eventjes opzoeken. Oké,
Oké. Het begin is er. Dit wordt ook de vorm hoe de krans erop komt. Dus hij komt zo half rond. We begonnen met het eucalyptus vast te maken aan de ring. Daarvoor heb ik wikkeldraad in kleine stukjes geknipt, zodat ik dat niet nog hoef te doen als ik een klein boeketje heb, zeg maar. Daarna heb ik kleine bosjes met droogbloemen gemaakt en die ga ik er straks aan vastmaken. Ik ben begonnen met de grote bossenbloemen die ik bij elkaar had gebonden om onderop te doen. En daarboven de kleine takjes. Hier in het midden moet nog. En hieronder heb ik hetzelfde gedaan. Is dat te dichtbij? Ja. Zo ziet het er van dichtbij uit. Details. Super mooi geworden. Ja, ik ben er wel. Ik had het niet verwacht. Dat het zonder ervaring in de bloemwindkunst. Oké. Hey. Hey. Hey James! Leuk dat jullie zijn. Sowieso. We gaan dus nu bekend. Mama? Mama. Ons is het al bekend eigenlijk. Maar voor jullie is het stof dat veel mensen ook nog een accessoire aan. Ik zeg dat ik ook wil op de kamer. Moeten we helemaal op of moeten we, wat gaat er gebeuren? Moeten we bukken? Wij hebben zelf eigenlijk ook niet echt een idee. Ga je roze champagne staan? Nee, dat is hartstikke leuk, doet het niet voor. Ja, inderdaad. Kunnen jullie die dakgoot straks ook even meepakken? Nou, dus het idee is simpel. Als er een roze rook uitkomt, dan is het een jongen. En als er blauwe rook uitkomt, dan wordt het een jongen. Dan heb ik een rekening aan de wind, denk ik, dat niet iedereen samen verdicht. Wat is witte rook, Erik? Witte rook, ja. Witte rook. Volgende keer moet je krijgen. Ja. Nee. Ik is de jongen nu. Nee. 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 Hey. Hey. Andere kant op draaien. Ook hier rond. Hij komt daar blauw uit. Ja. Omgekleed. Ik heb vandaag de ochtend gewerkt in Heerengewaard. Deze week zo druk dat ik vandaag de ochtend in Heerengewaard gewerkt heb. Ik ga zo meteen mijn oma ophalen en dan rijden we door naar mijn moeder. En dan gaan we shoppen, want ze hebben nog een leuke outfit nodig voor de bruiloft. Dus we gaan even kijken of we iets van een leuk jurkje of een pak kunnen vinden. Maar ik wil jullie nog eventjes iets laten zien, want ik heb allemaal nieuwe accessoires binnen. En sieraden, onder andere deze oorbelletjes. En die vind ik echt super leuk. Vooral die schildpadjes vind ik echt heel schattig. Deze vaasjes. Het sjaaltje is een beetje grijsblauwig. En die heb ik ook in het crème met een beetje roze paars tint erdoorheen. En een portemonneetje. Ik ben er dus net achter gekomen dat hier in het voorvakje mijn telefoon past. Dus dat is echt super handig. En ik heb nog een ander sjaaltje en die is wat feller van kleur met een beetje bloemetjes erop. Wat gaan we doen? We gaan kleding kopen voor de bruiloft van Carlijn. Joehoe! Is het lekker zitten, oma? Oh, ja. Oh, dat is goed. Je zag niet weg.
Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Het is inmiddels nog maar 6 weken tot de bruiloft. Dus de laatste paar weken staan een beetje in het teken van de laatste voorbereidingen. Ik moet onder andere nog naar de kapper. Ik heb nog een afspraak voor proefmake-up. Nagels die worden nog gedaan. Dus daarin zal ik jullie ook allemaal meenemen. Ik ben ook actief op Facebook en Instagram. Dus als jullie het leuk vinden, kunnen jullie me ook daarop volgen. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Zo ja, doe dan weer een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende week vloggen weer.